En als voorvechter van gelijkheid en de meningen van iedereen overal zichzelf kunnen zijn, ook op het werk wil de regerende minister Jamie de Peek zijn boodschap blijven verspreiden met als doel de aandacht te vestigen op de problematiek rond discriminatie op de werkvloer. En onder dat motto sloeg hij de handen in elkaar met Click VZW en de Vledig Business School. En wat daaruit werd gekomen is, dat vraag ik graag aan de heren zelf. Dames en heren, uw applaus voor Jamie de Peek en Thomas Jans. Jamie, goedenavond. Hallo. Heb je er steeds zin in? Ja, oké. Zeg, discriminatie op de werkvloer is nog steeds erg belangrijk voor jou. Waarom? Ja, voor mij is het heel erg belangrijk. Nou ja, in mijn opinie kan dat probleem of die kan dat thema niet genoeg in de pitch staan. Waarom? Ik ben zelf afgestudeerd tuinbouwer, heb al heel wat stages achter terug. En op die stages heb ik heel vaak haatrake reacties gekregen, zoals ja, we zijn niet mogelijk genoeg om tuinbouwer te worden, of ja, zou ik niet beter kapper worden, want dat past beter in mijn jaar. En dat zijn woorden die mij in het verleden toch tamelijk hard hebben gekwetst. Nee, ja, vandaar ben ik heel blij met jouw samenwerking met Click VZW. Ja, oké. Nu Thomas, goedenavond trouwens ook. Wat gaan jullie nu exact doen? Goedenavond, Bram. Ja, Jamie zei het al, pesten en discriminatie komen jammer genoeg nog voor. Heel vaak is het ook gewoon niet altijd even makkelijk om jezelf te kunnen zijn op de werkvloer. Wij weten dat woningen en transgenders veel gelukkiger zijn in bedrijven en organisaties die echt inzetten op zo'n inclusieve werkomgeving. Dat is niet alleen goed voor het welzijn van die werknemers, maar ja, bedrijven die gelukkige werknemers hebben, ja, die gaan ook gewoon veel beter presteren. En dus heeft onze organisatie Click in samenwerking met Vredig Business School een project opgestart, waarbij we samenwerken met bedrijven en organisaties om hun werkvloer meer inclusief te maken. En een van de zaken die we gerealiseerd hebben, is een charter voor de inclusiviteit op de werkvloer. Je kan het hier zien. De charter door dit te tekenen tonen bedrijven en organisaties eigenlijk dat ze echt willen inzetten op diversiteit. Dat ze die diversiteit omarmen en ook echt waarderen. En we waren heel blij dat Jamie positief heeft gereageerd op onze vraag om als Mr. Gay Belgium en dan was dat durf te zijn voor dit project en zijn schouders mee te zetten onder het charter. Dat betekent dat de organisatie van Mr. Gay Belgium en Jamie een aanspreekpunt gaan zijn en in de komende maanden zoveel mogelijk bedrijven en organisaties gaan overtuigen om het charter te tekenen. Daar zijn we ontzettend blij mee en we hopen natuurlijk dat dit een mooie samenwerking wordt die veel betekenis heeft. Daar gaan wij ons uiterste best voor doen. Dus alle partners van Mr. Gay Belgium die hier vanavond al aanwezig zijn, daar doen we ook al een warme oproep op om daar het charter te ondertekenen. En hopelijk kunnen wij op de finale 2 juli dan de resultaten, de tussentijdse resultaten meegeven. Dank jullie wel, Jamie en Thomas!